Voor iedereen die denkt, hoe ga ik nu in hemelsnaam in mental health doen? Ik werk ontzettend veel met videobeelden. Ik werk met de oude kindrelatie in de kamer. Hoe ga ik dat in deze tijden oplossen? Ik denk dat hier een mogelijkheid zit. Namelijk in Zoom. Je ziet dat Zoom allerlei dingen doet inmiddels. Ik heb geklikt op host a meeting. En dan zie je dat hier eigenlijk al het videoscherm aanklikt. Ik moet nog wel even toestemming geven. Computer toestemming geven. Dit gaat weg. Deze maak ik groot. En dan zal ik even laten zien wat volgens mij een oplossing is. Namelijk dit. Om op record te drukken. En kijk eens. Simsalabim in het hoekje gaat hij opnemen. En aan het eind van het opnemen krijg je dus een filmpje. Die je kunt opslaan op twee plekken. In de cloud of op je computer. Doe dat veilig is mijn tip. Maar dan heb je je videogesprek opgenomen. Nu is dat alleen maar mijn hoofd. Maar op het moment dat je met een gezin aan het bellen bent, is dat de situatie van het gezin. En dat is tof, want je kunt dus verschillende dingen doen op het moment dat je gewend bent om met jonge ouders en kinderen te werken. Je kunt hen vragen om opdrachten te doen, bijvoorbeeld in een diagnostische situatie. En de video of de laptop of de camera zo te installeren dat jij hen in beeld krijgt. Je kunt dus verschillende instructies dan geven, achtereenvolgens. En dat opnemen. En vervolgens kun je dat delen met collega's in een online map. Het is wel aan te raden om daar apart van elkaar naar te kijken. Ik heb in ieder geval nog niet zulke beste ervaringen met gezamenlijk terugkijken in een beeldbelapplicatie. Ik denk dat dat net iets te moeilijk is voor systemen. Dat vraagt om iets dubbels. Dus de tip is apart kijken, samen scoren. Op het moment dat je dus een videoopname hebt gemaakt. Er zijn ook mogelijkheden om video's, grote videobestanden te transporteren. En ik heb me laten vertellen, ik heb het nog niet uitgeprobeerd, dat dat Ziver is. Een beveiligde manier van mailen en transporteren met elkaar. Dus je kunt ook ouders vragen om zelf videobeelden op te nemen. Het ingewikkelde als je ouders vraagt is dat je in mijn ervaring niet altijd helemaal krijgt wat je wil. Het is vaak korter. Wat ik terugkrijg. Het is vaak veel meer probleemgericht wat je terugkrijgt. En ik ben vaak daar niet zo heel erg in geïnteresseerd. Ik ben vaak veel meer geïnteresseerd in het begin van de problemen dan in hoe het allemaal escaleert. Omdat in de start en in het patroonmatige van interacties veel meer mogelijkheden zitten om dingen te veranderen of om daarop te interveneren. Goed, dit is dus hoe het kan. Je kunt ook vragen om gewoon Zoom domweg of welke videoapplicatie je ook gebruikt, gewoon open te zetten en te zeggen, joh, ik kijk een tijdje live mee in jullie situatie. Doe zoals je gewend bent om te doen. Je hoort aan mijn instructie, dat is de gebruikelijke instructie die mensen gebruiken voor een videoobservatie. En dat je daarna eigenlijk gewoon live observeert. Hè? Wat is er mis met de klinische blik? En daarna scoort. Dat kan. En je kunt... dat zijn denk ik eigenlijk wel de opties. Drie mogelijkheden dus. Je kunt zelf opnemen, dat terugkijken met collega's en scoren. En je hebt dan de keuze om mensen hun gang te laten gaan in hun huiskamer en de computer dan wel de video strategisch te positioneren. Of live te observeren en mee te kijken. En ik hoor in ieder geval van mijn collega's dat dat niet per se altijd slechter is dan zelf in de situatie zijn. Door te observeren via zo'n videoapplicatie of zo'n beeldbelapplicatie heb je ook wat afstand ergens. Hierbij mijn tips om in deze tijden van e-health en e-learnings en wat allemaal niet weer op afstand werken. Toch te werken met jonge ouders en kinderen, ook al kun je daar niet live bij zijn. Je kunt ouders ook vragen om bepaalde opdrachtjes met hun kind te doen. En misschien is dat ook nog wel waardevoller dan dat jij het zelf doet. Maar goed, daar zijn wellicht de meningen over verdeeld. Want we verliezen ook het letterlijke nabije contact met onze jonge cliëntjes. En dat is in een aantal gevallen ook lastig zat. Zover maar even mijn ideeën.